Hallo, ik ben Monica Meijsing en ik ben docent filosofie aan Tilburg University. Ik ga jullie iets vertellen over een nieuwe mastertrack filosofie. Maar eerst een vergelijking. Stel, je zit in een bus op een mooie brede weg door een schitterend landschap aan beide kanten. Soms zie je dichtbij in detail bloemen in de bennen bijvoorbeeld. Soms zie je weer vergezichten. Grillige rotsen, baaien, zee, land. En soms zie je drukke en bedrijvige steden en dorpen. Zo rij je een tijdje, maar dan houdt de weg op. Voor sommige passagiers is het dan wel mooi geweest. Ze willen bijvoorbeeld die bloemen veel beter bekijken en daar alles over weten. Of ze willen zich verdiepen in die stadjes en de bedrijvigheid daar. Maar andere passagiers vinden het misschien wel jammer. Ze hadden nog wel langer doorgewild op die brede weg. Ze denken dat er nog meer grazige velden zijn en grillige rotsen en bloeiende bermen en bedrijvige steden. Zo is het ook in zekere zin bij filosofiestudenten. Voor sommigen is na een driejarige brede bachelor het wel mooi geweest. Die mensen willen zich specialiseren of zich richten en de zaak toepassen op een bepaald gebied. Voor die mensen zijn er al twee mastertracks filosofie in Tilburg. Enerzijds philosophy, science and society en anderzijds ethiek van bedrijf en organisatie. Maar andere studenten vinden het misschien wel jammer dat de weg daar ophoudt, de brede weg. Ze hebben het idee dat ze nog maar net wat gesnuffeld hebben aan de filosofie. Dat er nog zoveel meer is. Precies voor die soort studenten komt er met ingang van 1 september 2015 een nieuwe mastertrack filosofie, genaamd Filosofie van de Humanities. Filosofie van de Humanities is bedoeld als een brede, generalistische mastertrack. Hij is verdiepend, maar hij verliest de breedte niet. De onderwerpen die worden uitgediept komen zowel uit de continentale als de analytische traditie. En ze hebben allemaal te maken met de centrale thema's uit de westerse filosofie, de kernthema's, rationaliteit, vrijheid en persoon. Je krijgt onderwijs van ervaren docenten over hun eigen specialisme. Zo geeft bijvoorbeeld de nieuwe decaan van deze faculteit, Wim Drees, die ook de leerstoel Filosofie van Humanities bekleedt, een cursus over religie en wetenschap. Paul Cobben en Donald Loze geven samen een cursus over burgerschap en Europa. En Frans van Peperstraten geeft een cursus vrijheid en cultuur. De onderwerpen van al die cursussen zijn diep geworteld in de filosofische traditie. Het onderwijs is tegelijkertijd staat tegelijkertijd in het midden van de filosofische discussies, de hedendaagse discussies over die onderwerpen. Je vakkenpakket zal er dan als volgt uitzien. Naast de drie net genoemde vakken kun je één vak vrij kiezen uit het masteraanbod filosofie van Tilburg University of van de Universiteit van Utrecht. Daarnaast volg je vier vakken gezamenlijk met de andere masterstudenten. Al die vakken zijn ook gelinkt aan die drie kernthema's van de filosofie, rationaliteit, vrijheid en persoon. En tenslotte schrijf je je scriptie. Anders dan bij de andere twee mastertracks is er voor deze mastertrack geen pre-mastertraject. Het is een brede opleiding die een brede basiskennis aan filosofie vereist. En daarvoor is een bachelordiploma wel vereist. Om terug te komen naar de vergelijking met de weg, waar de twee andere mastertracks de smallere specialistische zijwegen vormen, waar bachelorstudenten samen met pre-masterstudenten zich specialiseren, is filosofie van de humanities de brede weg rechtdoor door het rijk geschakeerde landschap van de filosofie. De kernthema's van de westerse filosofie worden behandeld en uitgediept vanuit zowel de continentale als de analytische filosofie. Kortom, als je een bachelor filosofie hebt en je wilt je verder verdiepen in de filosofie, maar de breedte niet verliezen,
dan is Filosofie van de Humanities precies de juiste track voor jou.